Ik vind het nog steeds weird. Oh, jongens. En ook nog dat het zo'n festival hier zou gehouden worden. Ik bedoel, bizar, hè? Maar goed, ik zit nog even in mijn bubbel, hè? Dat begrijpen jullie. Lieve mensen, we moesten op een gegeven moment ook van de soundtrack van de film, waar ik zelf ook heel erg nieuwsgierig naar ben, een liedje uitzoeken wat we zouden willen zingen. Want er werden allemaal prachtige liedjes in de film gezongen. Alleen ik dacht, ja, wat is nou iets voor mij? Nou, eigenlijk geen één, maar ik moest er een kiezen. Maar wat zo leuk is, is dat ik er nu wat uitgekozen heb. Ja, dat kan ik misschien nog een beetje brengen. Ik ga mijn best doen. En toen later kwam ik erachter, oh my god, er zit IJslandse taal in. IJslands. En dan had ik even niet in de gaten. Ik denk, ik brabbel maar wat. Maar ik denk, wat is dit? Maar uiteindelijk zitten dus inderdaad stukjes in. Nou, ik ben nog niet zo goed in Frans. En Duits gaat me ook niet helemaal lekker. En ik ga dus nu een liedje zingen waar een stukje IJsland in gebeurt. Ik zit hier mensen die uit IJsland komen in de zaal. Nee, goed zo. Dus als ik maar wat brabbel, heeft niemand het in de gaten. Goed, lieve mensen, ik ga het laatste nummer zingen. Ik denk dat ik al te veel aan het praten ben. Ze zitten aan de zijkant denken, schiet op! Oh ja, precies. Liedje begint al. This great big world before me, but it's all for someone else. I've tried again to let you know just where my heart is, to pretend and not pretend. All I needed was to get away, just to realize that I was meant to stay. Where the mountains sing, through the screams of seagulls, where the whales can live, cause they're gentle people. My hometown, my hometown. But I need it there, we just had to see it. It was always there, but we didn't see it. Sowieso een hele boost gegeven nu door je laatste vertolking. Wat toch? Zeg je? De film sowieso, ik praat Nederlands, ja. Niet IJslands. Ik zei, ja. Je hebt sowieso de film muzikaal gezien met deze uitvoering al een enorme boost gegeven, ja. Om te beginnen. Ik vind
vind het zo mooi. En verder ben je een beetje een soort... Anderhalve meter. Anderhalve meter, daar hebben we soms moeite mee, maar dat doen we dan toch. Een beetje zo'n veulen dat heel blij de wei in dartelt. Die heb ik nog niet eerder gehoord, Cornald. Een veulen, oké. Maar ik ben hem op een goede manier. Oké. Je bent hartstikke vrolijk. Zingen, dat je in Ahoy kan staan. Ja, en voor mensen. En voor mensen, want dat heb je hoe lang niet meegemaakt nu? Ja, drie maanden. Wat mis je dan het meest als je zo lang niet optreedt? Ja, ik kijk altijd graag naar gezichten. Het is wel donker, maar ik wil heel graag zien en voelen. En ja, ik vind mensen gewoon, dat voedt mij. Dat is mijn energie. Dus als ik zo hyper ben, betekent dat zij ook hyper zijn, maar dat zie je niet. Daarom zitten ze, daar sta jij hier. Ja, precies. Want kijk, het is natuurlijk een beetje heilige grond. Volgend jaar sta je hier wel om al die halve finales en de finale, alle repetities. Je bent natuurlijk eigenlijk al in Ahoy geweest in het hele aanloopproces nu. Van het afgelopen Songfestival dat niet doorging. Nee, dus echt is het ook heel bijzonder voor jou dan nu? Ja, voor dit wel. Ik heb vaker in Ahoy gestaan, maar niet voor wat het moest gaan worden. Voor wat we gingen doen. En ga je volgend jaar in de aanloop, want ja, net voordat het door zou gaan ging het niet door en hoorde je dat het niet doorging. Nee. Ging je nog wel Europe Shine Light doen, wat je heel goed deed trouwens. Dankjewel. Maar dat tezijde weer. Maar ga je nog iets speciaals doen nu in de voorbereiding waarvan je zegt, anders ik ga nu niet naar de nonnen in Vught om Engels bij te spijken of zoiets. Nee, die nonnen zoek ik weer op hoor. Nee, je kan altijd meer leren, dus dat is altijd goed. En ik, wij krijgen op een gegeven moment onze teksten en dat was heel belangrijk dat de autocue, want we hebben gewoon teksten, dat die heel erg, dat we eraan moesten houden. En op het moment dat we die krijgen, dan gaan we dus naar die Engelse nonnen en dan gaan we dat even doornemen. Dat het Engels zeg maar heel erg ook in je denken gebeurt, weet je. Want we denken Nederlands, maar het moet gewoon vloeiend worden. En dat ga ik straks wel weer oppakken. En dus ik blijf dat wel doen. Maar eerst gewoon op tour en vandaag is ook de nieuwe single van Ed Sheeran uitgekomen. Ja, Teddy Bear, hartstikke goed. Checken, een heel leuk clipje ook. Kijk, en zometeen zit hij achter de piano, hè? Patrick Ruggebrecht. Maar er komt ook iemand hier staan. En we gaan nu dit doen. Het is 23 mei 2021. Ja. En net voordat de Nederlandse inzending op moet, krijg jij een call van... Nou weet je, we laten de commentatoren niet horen. Er moet een aparte aankondiging komen.